Goedenavond. Het is dinsdag 7 april 7:30 en live vanuit de VVV in Gennep is dit de derde aflevering van Quarantaine TV. Uiteraard hebben we vanavond ook weer twee gasten. De eerste gast, dat is een ondernemende, creatieve vrouw. En ze creëert letterlijk een fijne plek voor iedereen, zowel in het privéleven als voor haar werk. En dat is Chantal van Ophuizen. De tweede gast van vanavond is een technische man. En iedere zondag staat hij van 9 tot 12 een radioprogramma te presenteren. Het gezelligste en grootste radioprogramma van Zuidoost-Nederland, namelijk Vroegshoppen. En dat is Maasland-DJ André Bruns. We beginnen eerst met de nieuwtjes van de dag. Truus is afgelopen zaterdag was het 101 geworden en ze is daarmee de oudste inwoonster. Ze was al de oudste inwoonster, maar ze is de oudste inwoonster van Gennep. En dat heeft ze gevierd en daar gaan we nu eventjes naar kijken. Dat was Truus. Leuk om te zien hoe ze de verjaardag heeft gevierd. Het andere nieuwtje is, veel mensen die werken nu thuis. Hè, en dat kan lastig zijn door afleiding met kinderen of andere afleidingen thuis. En ik kreeg dit van iemand toegestuurd. En misschien kennen sommige mensen de methode al. Maar ik heb hem zelf de laatste 2 dagen geprobeerd en voor mij werkte heel goed. Namelijk, daarvoor ligt de tomaat hier, de Pomodori-methode. En wat is die Pomodori-methode nou? Nou, dat is 25 minuten werken, 5 minuten pauze, 25 minuten werken, 5 minuten pauze. Dit herhaal je 4 keer. En na de 4e keer heb je een half uurtje pauze. En dan kun je dit dus een aantal keer op een dag doen. En voor sommige mensen zal het niet werken. Maar ik heb het zelf geprobeerd en voor mij werkt het dus heel goed. Want 25 minuten klinkt heel kort, maar juist in die 25 minuten kun je heel veel doen, ben je heel gefocust. En door die 5 minuten pauze, wat ook weer heel kort is, kun je jezelf toch weer eventjes opladen, je hoofd legen. En dan kun je weer 25 minuten goed aan de slag. Dus misschien een idee voor mensen die het nog niet kenden en het eens uit willen proberen. Het andere nieuwtje is dat de 63ste jeugdvierdaagse helaas niet door zal gaan. Dat is in verband met de coronacrisis natuurlijk. Maar goed, dan maken we volgend jaar weer gewoon een mooie vierdaagse ervan. De eerste gast van vandaag, die zit hier aan tafel. Chantal van Ophuizen, leuk dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk heel erg goed. Dus ik ben ook in goede gezondheid en mijn familie ook om mij heen. Dus dat is heel erg fijn in deze tijd. Ja, en hoe ga jij een beetje met de situatie om? We hebben thuis wel gewoon echt een ritme. Dus we staan gewoon normale tijd op. De wekker gaat gewoon. Ik maak dan altijd 's ochtends eerst een wandelingetje. Ja. Even lekker mijn hoofd fris maken. Ja. En daarna gaan we gewoon allemaal aan de slag. Mijn man die staat voor de klas. Dus die gaat met zijn leerlingen aan de slag. Door online les te geven vanaf deze week. En mijn dochter die zit in de eerste van de middelbare school. Dus die gaat ook met haar thuis werk aan de slag. En ik ga mijn werkzaamheden doen. En dan lunchen we samen. Dus we hebben wel echt een structuur en in de middag stoppen we dan ook allemaal. Dan hebben we tijd voor elkaar, dus we genieten ook van die momenten die we samen hebben. Ja. Dus dat is het voordeel, dat je iets meer samen bent. Ja, dat is dan toch een voordeel in de situatie nu. Ja, zeker. En jij zit hier, want jij hebt Levend Ganzenbord opgezet. Heb je dat alleen gedaan of samen met mensen gedaan? Nou, het initiatief kwam vanuit mijzelf. Yeah. Maar uiteindelijk hebben we dat met 50 mensen gedaan uit de wijk. Want ik had 50 woningen nodig waar ik 50 opdrachtnummertjes neer kon hangen. Yeah. Dus als de buurtbewoners niet daar enthousiast voor waren geweest, dan was er geen Levend Ganzenbord geweest. Dus dat hebben we eigenlijk samen gedaan uiteindelijk. En hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ik had die berenjacht, die werd natuurlijk uitgezet in Gennep. Die is volgens mij oorspronkelijk vanuit Engeland gekomen, maar ik weet het niet zeker. En uiteindelijk was die ook in Gennep. In de buurt stonden overal beertjes, dus er waren al heel veel kinderen langsgekomen. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb toch wel een levend ganzenbord in de kast staan. Dat heb ik ooit een keer voor een activiteit gebruikt. Hoe leuk is het als we die eigenlijk in de wijk ook uitzetten? Als ze dadelijk klaar zijn met de berenjacht, dan kunnen ze gaan verder met de ganzen. Dan kunnen ze levend ganzenbord gaan spelen. En toen werd mijn man, die zei eerst van, weet je wat, toen heb ik het eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. En toen dacht ik later, nee, volgens mij is het wel echt een leuk idee. Dus volgens mij moet ik het gaan doen. En toen heb ik het in de appgroep gegooid. En daar kwamen leuke reacties op, wat moeten we dan doen? En ik zeg, niks, je hoeft alleen maar een nummertje voor het raam te hangen. En that's it. Dus ik heb van iedereen telefoonnummers gekregen en adressen waar ik dan iets op kon hangen. En 24 uur later hing het er eigenlijk. Dus het ging heel snel. Dat is inderdaad heel snel gegaan. Ja. Wat leuk dat de buurtgenoten dan zo enthousiast zijn en zeggen van we willen inderdaad meehelpen. En heel veel hoefde er dus niet te gebeuren. Nee. Maar, en die spellen, worden die dan veel gespeeld? Net zoals dat levend ganzenbord? Ja, ik heb de hashtag levend ganzenbord is leuk, heb ik in het leven geroepen. Yeah. Dus ik heb ook iedereen gevraagd, als je het spel speelt, stuur een leuk fotootje op de social media, dat wij het kunnen zien, zeg maar. Mm-hmm. Dus af en toe dan zie ik wel fotootjes voorbij komen dat kinderen die het gespeeld hebben. En soms zeggen ook van, we gaan het van de week nog een keer doen, want dan komen we weer op andere nummers terecht. Dus dan spelen we het spel nog een keer, kinderen vinden het leuk. En je loopt gewoon met je vader of moeder en je broertje en zusje door de wijk. En dan heb je toch even frisse neuzen tussendoor. Ja. Dat is eigenlijk ook hartstikke veilig natuurlijk. Want je kunt gewoon die afstand houden. Zeker. En, maar het is gewoon lekker om er eventjes uit te gaan. Ja. En wat zijn veel buurtgenoten, iedereen is enthousiast over de initiatieven. Ja, en ik heb toenertijd kwam er, vorige week was het geloof ik, toen kwam 3FM met een actie dat zij weer Serious Request gingen doen. Mm-hmm. Nou, ik ben een beetje fan van 3FM, zoals sommige mensen misschien al weten. Of fan. Ik vind het leuk om met Serious Request mee te doen. Yeah. We hebben hier ook vaak gedaan met het glazen winkeltje hier in Gennep. En zo dacht ik, als ik nou dat spel, dat heb ik nu toch. De berenjacht is in landelijk ook een succes geworden. Misschien kan levend ganzenbord landelijk ook wel een succes worden. Yeah. Als we die twee nou koppelen, als mensen dat spel willen spelen, dan kunnen ze mij een mailtje sturen of een appje of via Facebook of een andere social media kanaal. En dan stuur ik jullie het spel toe. En dan moet je alleen een vrijwillige bijdrage op de site van het Rode Kruis doneren. En dan hebben we in de coronacrisistijd voor het Rode Kruis ook nog een extra bijdrage. Dus ik denk, dan hebben we een win-win situatie. Ja, zeker. Maar dat is dus alleen als mensen meedoen en dat willen. Dat doneren. Want ze mogen gewoon altijd meedoen. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk kan iedereen. Ja, we willen natuurlijk niet dat heel Nederland naar het Kaartjepark komt. Nee. Dus daarom moet het spel de wereld in, zeg maar. Of het land in. Mm-hmm. En er zijn al leuke reacties gekomen. Het spel is nu in Graven, in Leunen kwam vandaag nog een aanvraag. En Beuningen, Druten, Dreumel. Graaf had ik al gezegd volgens mij. En ben ik nou nog iemand? Misschien dat ik nog eentje vergeten ben. Ja. Dus het wordt al gespeeld op verschillende plekken. Dus dat is leuk. En dat zou het mooi zijn inderdaad. Als het wel door heel Nederland op plekken gaat. Ja. En als iedereen dan wat doneert. Dan halen we zo'n mooi bedrag. Ja, dat is leuk. Ja. Ik zei het al. In je werk ben je ook creatief en actief en ondernemend. Kun je vertellen wat je allemaal doet qua werk? Ja, ik werk bij Stichting Doe Je Mee. Mm-hmm. Zit in Boxmeer. En daar ben ik beweging- en cultuurcoach in de gemeente Graven en Boxmeer. Mm-hmm. Ik ben onderdeel van Gennep Doet Mee. Daarmee ben ik ook beweging- en cultuurcoach en kom ik op de Gennepse scholen in de gemeente Gennep, waarin ik een mooi aanbod met de leerkrachten maak voor de basisschoolleerlingen eigenlijk. En dat doe ik eigenlijk bij Doe Je Mee, doe ik dat ook. Ja. Daarnaast heb ik nog mijn eigen bedrijf Thuisklas voor de inrichting van schoolgebouwen. Ja. Dat heb ik ondertussen wel een beetje verweven in hetgeen wat ik nu doe als beweging- en cultuurcoach. Dus dat alles een beetje samenkomt. En ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en leuke kansen om me zo een beetje leuker te maken voor de kinderen in het onderwijs eigenlijk. Ja. Ja.
Ja, en die, die thuisklas, kun je er nog iets meer op toelichten? Of? Ja, wat ik belangrijk vind in het onderwijs is dat kinderen zich thuis voelen. Ja. En pas als jij je ergens thuis voelt, dan pas kom jij tot leren. Want dan creëer je zelfvertrouwen en dan kom je pas dus tot leren. Ja. Dus ik zou echt voor willen pleiten dat de schoolgebouwen ook echt als, ja, een huiselijke sfeer moeten hebben. Dus die probeer ik samen met kinderen en ouders en leerkrachten dan te creëren op school als ik daar aan het werk ben, zeg maar. Ja, en nu deze periode hebben kinderen natuurlijk een echte thuisklas. Ja, ze werken thuis. Heb je daar, wat vind je daarvan dat het nu zo gaat? Ja, ik denk dat het in sommige gevallen heel goed gaat. Mm-hmm. Waar ouders de mogelijkheden hebben om de kinderen echt te kunnen ondersteunen. Ja. Helaas zijn er ook kinderen waarvan de ouders dat misschien niet kunnen. Ja. En voor die kinderen is het denk ik wel pittig nu. Ja. Want die hebben juist dat thuisgevoel ook nodig. Omdat ouders misschien veel moeten werken of het niet kunnen of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, die missen dat stukje even. En dat hebben ze misschien op school wel. Dus voor die kinderen is het wel pittig, denk ik. Ja. Ja. Dus het is een beetje, voor sommige kinderen is het goed, voor sommige kinderen is het niet goed. Maar dat is andersom ook. Ja. Als ze op school zitten, sommige kinderen vinden dat helemaal fantastisch. En andere kinderen zijn dan liever ergens anders. Buiten. Dus, buiten of waar dan ook. Ja. Nou, super interessant. En volgens mij heb je nog meer interessante dingen om over te vertellen. Dus wie weet nodigen we je nog een keer uit. Dat zou ik leuk vinden. Heb jij nog iets wat je inwoners zou willen vertellen of nog iets mee te geven? Ja, ik denk in deze tijd dat we elkaar gewoon moeten zien en in de gaten moeten houden. Mm-hmm. En als je een leuk idee hebt, ga het gewoon proberen. Ga het gewoon doen en ga niet denken, dat lukt me toch niet, want dat kan ik toch niet. Maar als je niet probeert, dan weet je ook niet of het gelukt was. Dus Goeie. Ja, en als je het toch probeert en het lukt wel, dan ben je daarna ook super trots en blij met jezelf. Inderdaad. En iedereen kan ervan genieten. Ja, en lukt het niet? Dan de volgende keer. Ja, wellicht. Zeker, zeker. Ja. Dat is ook helemaal niet erg, want van het niet lukken leer je ook weer van. Dus ik ben nooit te oud om te leren. Nou, dat vind ik een mooie boodschap. Ja. Hartstikke bedankt dat je hier wilde Graag zijn. Gedaan. En dan gaan we nou naar muziek kijken. We hebben het thuispodium, dus iedere keer komt er een inwoner van de gemeente Gennep of Bergen die een stukje muziek speelt. En vandaag is dat Maud van Bergen en zij heeft audities gedaan voor The Voice Kids. De coaches waren erg enthousiast. Marco heeft gedraaid en de rest ook. En uiteindelijk heeft Anouk ook nog gedraaid. En toen is ze, ondanks dat Marco smeekte om bij hen te komen, heeft ze gekozen voor Team Anouk. Ja. En ze zingt vandaag het liedje Make You Feel. Of zeg ik dat goed? Even kijken hoor. Ja, ze zingt Make You Feel My Love van Adele. Dus daar gaan we nou naar kijken. Ja.
hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik wil nog even zeggen dat jullie goed op elkaar moeten passen en gezond moeten blijven. En voor de mensen die ziek zijn, heel veel beterschap. Dikke kusjes. Heel mooi. En we zijn heel blij dat je een filmpje hebt ingestuurd, Maud. Dus super bedankt daarvoor. En dan is nu aangeschoven André Bruns, radio DJ. Ja, ja, ja. En technicus. Ja, ja, ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Maar ik gezond, zeggen ze altijd. Hè? Ja. En een goede haan is niet vet. Dus we... nee, het gaat helemaal goed. Dus de gezondheid zit er nog goed in. Ja. De coronacrisis heeft mij nog niet te pakken gehad. Dus en ik hoop nog zo te houden. Heeft het veel invloed op je dagelijks leven? Ja, ja, je bent er wel mee bezig. Ja. Bewust en onbewust. De ene keer dan denk je er wel bij na. En een andere keer dan denk je, ja, nu ben ik te laat. Mm-hmm. Dus je bent er eigenlijk wel mee bezig. Maar niet dat ik zeg dat ik echt 24 uur mee bezig ben. Nee, dat niet. Nee. Nee. Nou, het is fijn dat het niet een te grote invloed heeft. Nee, absoluut niet. Nee. En je bent al 8 jaar radio-dj bij Radio Maasland. Ja. Kun jij een moment noemen dat bijzonder was of dat er uitspringt in die periode? Ja, wat bijzonder is, je maakt een hele goede band met jouw luisteraars. Er zijn luisteraars bij die op een gegeven moment vandaag bellen, bijvoorbeeld voor een verzoek. En zeggen ze, de volgende week kan ik niet bellen, want dan ben ik bij mijn zuster. Mm-hmm. Dat zijn toch mensen die een verantwoording af gaan leggen naar jou toe. Oh, terwijl we de mensen helemaal niet kennen. Yeah. En dat brengt wel een band met de luisteraars. Yeah. Dus dat is wel leuker ervan. En want je hebt het radioprogramma Vroeshoppen, heet dat. Ja. Dat is dus iedere zondag van 9 tot 12. Ja. En kun jij voor de mensen die het eventueel niet kennen uitleggen wat het programma inhoudt? Ja, Vroeshoppen is een verzoekplatenprogramma. Ja. Het begint om 9 uur en van 9 tot 10 is meestal non-stop muziek. Nederlandstalig en Duitsstalig, dus geen Engels. Af en toe wil ik wel eens een oud-Engels plaatje ertussen draaien, maar het mag eigenlijk niet. Mensen kunnen verzoekjes aanvragen, hun eigen plaatje. Dus ik bepaal het programma helemaal niet. Dus ik ben gewoon afhankelijk wat de luisteraar aanvraagt. En dat, als ik het heb, dan draai ik het. Er zit een plaatje bij, want denk ik bij mezelf van, oké. Maar ja, het moet, hè. Ja. Ja, en wat ik vraag me ook af, kun je die plaatjes dan altijd maar vinden? Want mensen ja, kunnen dus... Ja, ik heb 3 terabyte en Nederlandstalig en Duitsstalig muziek. Dat zijn meer dan 150.000 nummers. Van nieuw tot heel oud. En ja, de meeste hebben we toch wel. Ik heb heel weinig dat ik nee moet zeggen. Maar ja. We hebben ze eigenlijk wel op voorraad, ja. En wie zijn nou de echte luisteraars van Vroeshoppen? Ja, ik dacht altijd, het zijn alleen maar oudere mensen. Maar als ik dan zo eens rondloop en dan mensen die me aanspreken, denk ik, oh, luister jij ook? Hè? En dan denk ik toch, dat is toch heel anders. Want kijk, het is een piratenfestijn, want zo kun je er een beetje mee vergelijken. Denken mensen, ja, piratenmuziek is voor oude mensen. Maar als je dat ziet op tv, is een piratenfestijn. Er zit meer jeugd als oudere mensen. Want het zijn toch wel de smaaklappen die je doen. En ja, het aanbod en de keuze is heel groot daarin. Het varieert van klein tot heel oud. Ja. En ook de jongeren doen dus verzoekjes. Ja, voor opa's en oma's en voor mama's en papa's. Ja, dat zit er echt wel in, ja. Ja. En ook, we hebben om de 14 dagen houden we eigenlijk een spelletje erbij zitten. Het programmaatje Het Husselwoord. Dus hebben we een woord en daar kunnen mensen voor bellen. We maken alleen de letters bekend. En dan moet je zelf het woord samenvoegen. En dat doen we 1 keer de 14 dagen. En dat varieert ook heel goed van de jeugd tot oud die eraan meedoet. En ja, iedere 14 dagen gaan we een prijs voor weggeven. Een waardebon van een restaurant of een bloemenbon. Nu doen we het niet vanwege de coronacrisis. Dus ik sta nu alleen in de studio. Normaal staat Sjaak Boom hier uit Gennep. Die wordt nu in Siebewald. Is een Gennepenaar. Die staat bij mij om zijn 14 dagen ook in de studio. En die doet dan de telefoon en de verzoekjes. Nu moet ik het alleen doen. Dus het is... Ja, je zag het hier op de streams ook al overal. Het is gigantisch druk geworden momenteel. Of het komt door de coronavirus dat mensen meer naar de radio gaan luisteren. Ja. We weten niet, want de streams zijn overvol. We hebben extra streams aan moeten zetten. En ja,
we wachten nu even wat er verder gaat gebeuren. Het is natuurlijk wel heel fijn hè, dat het er dan is dat mensen daar nu naar kunnen luisteren. Vooral als nou veel mensen thuis zitten. Dat dan, maar wel mooi om te zien dat er, er veel animo voor is. Want ik wil ook vragen van, wordt er ook iets speciaals gedaan nou deze periode? Nee, nu eigenlijk niet. Nee. We hebben dan om de 14 dagen eerst dat spelletje, het husselwoord dan. Mm-hmm. En nu hebben we bewust gekozen om het niet te doen. Want het zijn toch meestal waardebonnen van restaurants. En ik vind niet dat ik nu bonden weg moet geven voor een restaurant, want die hebben het momenteel moeilijk. Mm. Dus dan hebben we ook gezegd, we gaan het nu niet doen. We leggen het gewoon even stop. Ook al vanwege dat we niet met twee man of met meerdere man in de studio staan, dat ik er alleen ben. Het risico gewoon altijd te voorkomen om de ziekte zoveel mogelijk tegen te gaan. Ja, maar jullie zijn er al door gewoon uit te zenden. Ja, dat is ook wat. Ik was ook aan het overwegen om het niet te doen of wel te doen, de uitzending. En ik maakte dat ook bekend in de uitzending van, ja, ik zit in een dubio, zal ik het wel doen of niet doen volgende week? Yeah. En dat had ik niet moeten zeggen, want ik heb op dat moment meer dan 35, 40 telefoons gehad van mensen van, ik ben blij dat je het toch doet. Yeah. Want mensen kijken er naar uit, naar zo'n programma. Yeah. Dus ja, vandaar dat ik het toch doe en alleen in de studio sta. En hoe vind je dat, dat alleen in de studio staat? Druk. Ja, want ik ben meestal om 8 uur ben ik al daar. Yeah. Het programma begint om 9 uur, dan 9 uur tot 10 uur is dan eigenlijk non-stop. Maar van het moment dat ik daar ben, tot 12 uur staat de telefoon rood gloeiend. En ja, nu de laatste weken is het extreem druk. Ja. Dus ik mis mijn Sjaak nu wel. Ja, want ik dacht nog om te zeggen, mensen kunnen nu al verzoekjes insturen. Ja, hè? Als ze gewoon mailen naar studio@maasland.radio.nl, dan... Kan dat, en dan weet je zeker dat je erbij bent. Want, die wordt altijd als eerste behandeld. Wat eerst binnenkomt, zo gaan we ze ook wegwerken. Ja. Dus ja. Oké, dan zeg ik hem nog één keer vloeiend. Dat is studio@maaslandradio.nl. Ja. Dus als mensen daar naartoe mailen, dan ben je zondag erbij. Ja. Oké, nou misschien ga ik dat wel doen dan. Ik zag al dat je mijn pagina geliked had. Ja, zeker. Ja. Ik denk, ik wil het wel volgen. Ja. En is er misschien ooit een bijzonder verzoekje gedaan of iets, een verzoekje met een verhaal dat je hebt onthouden, wat je speciaal vond? Ja, er is altijd één verzoekje. Daar wil ik de naam niet van noemen, maar mm-hmm. dat komt ieder jaar terug. Dat is van een vrouw die een plaatje aanvraagt van haar zoon tijdens kerstmis is overleden. Oh. En ja, dat raakt mij wel. En die belt ik ieder jaar belt ze op. En dan weet ik ook wat voor plaatje ze wil. Ze hoeft het niet te zeggen. Ik pak al automatisch een plaatje van BZN. Want dat was het plaatje van haar zoon. Wat ze altijd leuk vond van BZN. Dus ja, zoiets. Op het moment die dagen beginnen te komen, dan denk je ook weer aan die mensen van, hey, die zal zo een keertje bellen. Ja. En dat komt ieder jaar terug. Ja, en dat is wel speciaal. Ja, absoluut, ja. Ja, ja, muziek, dat kan natuurlijk ook heel veel doen, hè. Het zegt heel veel, een liedje. Ja, waarschijnlijk, bepaalde teksten. Ja. Als jij dan nou een keer dat lied hoort, denk je aan die situatie, denk ik. Ja, nee, ik niet. Maar ja. Ik denk misschien de luisteraar misschien wel, ja. Omdat het verhaal erbij verteld wordt. Ja, ja. Er zit echt een verhaal achter. Ja, dat is wel mooi om te horen. Ja. Hey, en ben je dit nog lang blijven doen, het radio maken? Ja, ik heb het geluk. Ik zit nu in de dagdienst, dus ik kan het nu ieder weekend doen. Ja. Dus vroeger, of vorig jaar was het iets moeilijker, dan zat ik in de ploegendienst. Ja. Dus moest ik altijd met mijn collega's ruilen van de zondag, wil iemand mijn ochtenddienst draaien, dan kan ik de middagdienst draaien. Dus, maar nu gaat het, gaan we gewoon door, hè? Ja. Dus als 8-jarig jongetje begonnen. Ja, als piraatje in de gemeente Bergen, of in Bergen zelf, ja. Ja. Uitgegroeid tot landelijk radio, en ik heb bij Radio Moonlight. Ik heb nog een hele tijd gezeten en toen werd de vraag bij Maasland Radio of ik bij hun wou komen, of bij hen wou komen. En daar heb ik eigenlijk over liggen denken, van zou ik het wel doen, zou ik het niet doen, maar ik heb toch de knoop doorgaan om het wel te doen. En ik heb er geen spijt van. Nou, nee, dat is, absoluut niet. Goed om te horen. Ja. Heb je nog iets mee te geven aan mensen uit de gemeente Bergen en Gennep? Ja, voor iedereen, wie dat ook maar mag zijn. Vooral in deze tijd, let op elkaar, hou elkaar in de gaten en hou afstand. Yeah. En blijf thuis, luister naar Fruusje op zondagochtend. Zondagochtend. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Dan wil ik je bedanken. Dank je wel. Dat je was. Jullie. Leuk. Dankjewel. En dan gaan we nou over naar het spel. We gaan eerst de winnaar van de vorige keer bekendmaken. Die heeft de koektrommel gewonnen.
De winnaar wil alleen anoniem blijven, maar wil graag de koektrommel schenken aan Norbertus Hof. Dus die zal daar afgeleverd worden. En dan hebben we nu een ander spel en dat is Raad het geluid. Dus jullie krijgen het geluid te horen. En dan... En weet je het geluid? Dan kun je bellen naar 06-82-74-4609 of een mail sturen naar quarantainetv@gennep.nieuws. Dus mocht je het geluid weten, laat het horen. Wat ik vergeten ben is, de vorige keer was een rebus. En ik moet natuurlijk wel even zeggen wat de oplossing was. Dat is wel zo leuk om te horen. De oplossing is Gennep en Berg doen mee met bewegen op tv. En inmiddels is Koen weer aangeschoven, net zoals iedere week. En Koen heeft weer een mooi gedicht. Ja. Koen, wat heb jij deze week voor ons meegenomen? Ik dacht in het kader van het ganzenborden kwam ik een gedicht over een vogel tegen, een troostvogel. Mm-hmm. Gedicht van Dr. Anders P. Voor mij een van de... grootste woordenkunstenaars van Nederland en omstreken. En vaak een beetje een vergeten man. Dus ik dacht, nou ja, een goed moment om dit voor te dragen. Ja. Het heet Troostvogel. Oké. Wanneer je soms iets naast beleeft, je niet mag uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten. Of waar hij ook naartoe moest gaan, de vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon? Is hij erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed, hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. En dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Mooi gedaan. Ja. Mooi gedicht. Ja, zeker. Ja, mooi is dat Herman van Veen heeft het ooit nog omgetoverd tot een lied. Dus je zou dat ook nog eens kunnen terugluisteren. Ja. Het is dus in liedvorm omgezet. En dat lied heet ook Troostvogel van ja. Herman van Veen. Ja. Ja. Misschien leuk dus om dan eens, is het ook rond met de muziek hier. Ja, ja. Inderdaad. Nou, hartstikke bedankt. Dan, ja. Dan gaan we afsluiten en dan zijn we er donderdag weer. En dan hebben we weer hele leuke gasten. Dus tot donderdag. Bye.